vind dat onze ambassadeurs, onze diplomaten op de goede weg zijn met de modernisering van de buitenlandse dienst. Er is steeds meer aan nadruk voor het belang van de economische relaties. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk de grote vraagstukken van internationaal rechtelijke aard. Mensenrechten, en het is ook de kwestie van hoe kunnen wij die tradities van het Nederlands buitenlands beleid met elkaar verbinden. Zodanig dat wij de ramen ook echt open hebben staan naar de rest van de wereld. En de ambitie die hier is neergelegd om in 2016 de beste dienst van de hele wereld te zijn, is ook precies de ambitie die we moeten hebben. En die is ook haalbaar.